Hallo! 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 Ja. What the fuck, wat is dit nou weer, ouwe? Ja, nee, ik denk, ja, het is een keer een andere intro, toch? Iedereen zegt, ja, hier is Visie. Nee, ik vind maar... dat Visie, ja, is jouw ding. Ja, toch? Een beetje wel, hè? Ik ben hier samen met Ronald, zoals je kan zien, van het Gameportaal! Maar, hij moet zijn PC nog even hier en daar nog wat dingen doen, want hij was nu op Steam bezig. Want dit is namelijk op de PC, maar ik zit hier met een controller. Maar, PC for the win. Controller. Zeg maar ja. Is goed. Maar hij moet nog op Steam installeren en het duurt mega lang. En we wilden even video maken samen. We hadden eigenlijk van de week al opgenomen, toen ging het mis met geluid. Ja, maar want heel belangrijk nieuws. Ja, maar dat is zo kut, hè? We hebben een video gemaakt. Het was gelijkstand. We hebben een video gemaakt waar ik hem oonde, vernachelt hij die hele opname. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, de bal 27 Inferno uit de pack opening krijg ik. Oh. Ik weet niet wat dat is, maar de bal 27 Inferno is dan redelijk. Oh ja. Nice. Maar ik hoor dat je groot nieuws had. Wat voor groot nieuws? Nou, volgens mij heb jij een of andere party of zo dit weekend, geloof ik. Ja, ik zal het even uitleggen. Ja. Ik ben trouwens Ronald van het Gameportaal. Wij hebben zaterdag de 25e. Even voor de zekerheid even goed kijken voordat ik een andere datum moet. Ja, 25 juli hebben wij een meeting en Visionator komt. Yes! En Paul. Natuurlijk. Zellig. En nog meer mensen, toch? Zo te zien komt Pranksters komt. Oké. Een aantal van DDG komen. Een aantal HP. Ik vraag straks nog een aantal mensen. Dylan komt. Ja. Maar jij mag 2 kaartjes van mij weggeven, man. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. En dat, misschien vinden de mensen dat leuk. En wat moeten ze doen eigenlijk ervoor? Dat is jouw pro. Ze moeten een leuk comment achterlaten. Ja, dat moet jij even. Maar ik ga even 1 ding zeggen. Ja, oké, doe dat. Het is in de Uithof in Den Haag. Dat is een beetje zo'n sportpark of zo. Dus je kunt airtuber en al die dingen. Maar het is wel een beetje voor de jongere mensen. Mm-hmm. Niet te jong, maar gewoon mijn leeftijd of ietsje eronder. Ja. Er zullen natuurlijk nog wat jongeren. De kinderen van Paul komen waarschijnlijk mee. Dus als je 20 bent, dan hoef je niet zo te zeggen zo van, nou, laat ik daar maar naartoe gaan. Ja, kun je daar bier of koffie drinken? Ja, dat lijkt me ook niet zo. Maar als je bijvoorbeeld je broertje mee wilt nemen, die heeft dan wel een hele leuke dag. Of je zusje. Ik denk het wel, toch? Ja, toch? Ja, hoe je het mag winnen, mag Visje helemaal volledig bepalen. Ja, nou, gewoon een leuke comment achterlaten natuurlijk. Liken! Liken. En je moet natuurlijk geabonneerd zijn bij mij en het Gameportaal. Hè? Dat is altijd handig. En ik vind heel veel lekker op de PC. Ja, maar even serieus, waarom ben je zo anti-PC? Het is toch, ik vind niks. Ik kun game 0 matches gevonden. Een one-shot ook 0 matches gevonden. Laat me raden, jij doet Black Ops. Nee, dit is Advanced Warfare. Oh, is een gun game op Advanced Warfare? Zal ik dit knippen? Hé, maar ik kan helemaal niks vinden. Leven Call of Duty op PC. Daar moet ik wel toegeven. Daar is de Xbox en PlayStation beter. Oh, TDM kan ik nog wel vinden. Maar ook Combination. Chill. Nou ja, TDM. Dan ga ik dat doen. Ja, toch? Wat heb ik voor meuklasse, maar... Maar het is best wel vet. Helemaal dat airtube. Kijk, ergens daar bij in Den Haag is zo'n soort van... ijsbaan of zo, zo'n skibaan. Ja. Maar ook een soort van... met een ijsbaan. Dan ga je met een band naar beneden. Ja. En dan word je gelanceerd op een grote kussen. Dus je gaat dan van zo'n ramp af. Ja. En dan word je gelanceerd in de lucht. En dan val je op zo'n supergrote kussen. Daar komt zeker weten vlogmateriaal uit. Ja, dat is echt... het is echt super genius. Echt super genius. Ja. En dat is dus in ieder geval aanstaande zaterdag al, hè? Hoe laat is het eigenlijk? Hoe laat begint dat? Om 10:30. Tot 5. 10:30 tot 5. Ja, het was eigenlijk meer als een HGP-meeting. Ik bedoel, maar ik dacht van, je kunt toch beter wat andere YouTubers bijtrekken, zodat je een hele leuke dag kan gaan. Maar als je het Visje en Paul wilt ontmoeten, dan kun je ook gewoon die ding doen. Ja, want om het zo maar te zeggen, ik ga eerlijk zijn, het is met kaartjes verkoop. Puur, de mensen die geen kaartje winnen, die betalen dan €17,50. En... Ja. Klinkt duur, maar je krijgt er heel wat voor terug. Want je kunt adtuber, je kunt... Volgens mij kun je zelf aan het einde van de dag, je kunt namelijk punten verzamelen. Ja. Dus dan namelijk voor de jongere mensen kun je punten verzamelen. Bijvoorbeeld met Wipeout, want er is een Wipeout-baan. Er is iets met tokkelen of zo. Dat is dat je met zo'n, weet ik veel. Maar het is best wel vet en dan kun je volgens mij met de YouTubers karten. Oké.
Oh, dat is wel vet. Dat of laser gamen. Ik wil echt, van jou winnen. Maar ik weet dat Paul heel goed is in karten. Ja? Ja, dus dat is... Maar ja, kijk, lijkt het gewoon tof om bijvoorbeeld Fishnet of Paul of wat dan ook te ontmoeten. Dan kun je namelijk ook, ik weet niet of... Het is 17,50 inderdaad in Den Haag. Het klinkt duur, maar zoals dat zei, je krijgt er best wel veel voor terug. Helemaal als je wat van het jonge publiek bent. Ja, inderdaad. En ik ga weer dood, mogelijk. Maar, ja. Ik heb er gewoon heel veel zin in natuurlijk. En heb je geen kaartje, hè? Ik mag 2 kaartjes weggeven. Yes. Kijk, als je niet kan winnen, wij mogen, zo te zien, nog 36 kaartjes weggeven. 36 kaartjes, holy shit. Ja, kijk, we moeten ook, Paul mag ook 2 weggeven, die geeft morgen ook in de video weg. Ja. Kijk, het is gewoon meer van, we willen, het is een HGP-meeting, maar we willen ook gewoon wat andere YouTubers erbij hebben. En kijken hoe dit wordt ontvangen. Misschien wordt het echt heel cool, misschien wordt het grappig. Ja, ik denk het wel. Maar het is ook gewoon hartstikke leuk, weet je, dat soort meetingen. Wij hebben ook, Paul gaat ook een meeting doen, hè? Misschien binnenkort. Dus, yes. Zou je ongetwijfeld ook mogen komen? Ja, ik ga zeker weten komen dan. Dat is mooi. En Ronald, die woont ook vlakbij mij. Die woont in, hoe heet het, Gehucht nou ook alweer? Gehucht! Wolvergeer! Wolvergeer! En ik woon in De Lemmer. De Lemmer heet dat hier eigenlijk officieel. Ah, het is nog best wel een groot stukje. Ja, het is een 20 minuutjes rijden. Dus ja. Maar ik maak altijd misbruik van Fishinator. Hij woont dichtbij mij en dan kan ik altijd met hem mee rijden. Ja, toch? Dat is hartstikke fijn. Nee, hoor. Doe ik met liefde voor jou, hoor, Ronald. Oh. Dat weet je toch? Ja, toch? Dat is dan helemaal geen probleem. Dus. Nee, maar zo kunnen we elkaar helpen. En het is hartstikke leuk natuurlijk om gewoon die dingen ook samen te doen. We gaan nog wel een keertje wat opnemen trouwens. Yes. Ik heb wel eens een keertje bij Ronald wat gedaan. Voor de gein. Toen werd ik helemaal compleet geowned op Black Ops 2. Maar toen had ik nog geen controller. Maar ik moet je eerst zeggen... Wacht. Nu begin je weer over die controller. Ja, maar controller is gewoon veel fijner als ik eerlijk ben. Ik had je alsnog geowned. Dan houdt hij zich weer stil, hè? Je bent echt een smieg. Nee hoor, valt mee. Valt mee toch? Maar ja, het is wel tof. Ja, inderdaad. En het potje is trouwens bijna over. Dus dat is mooi. Ik zou nog even kijken. Hoe kun je nou winnen? Ik ben echt benieuwd. Ik ga gewoon een... Ik moet gewoon liken. Leuk comment achterlaten. En dan in ieder geval ga ik morgen via Twitter ga ik natuurlijk even bekendmaken. En ik weet niet, moet jij iets sturen naar ze of zo? Als ze een kaartje hebben of zo? Of een lijst zetten? Jij gaat dan niet. Ik weet niet, als hun even hun Twitter. Want ik denk niet dat mensen hun voornaam, leeftijd, mail en al die shit in de reactie willen achterlaten. Als ze even hun Twitter achterlaten en jij volgt dan de winnaars. Ja. Dus dan kun jij dan de voornaam plus achternaam, leeftijd, mailadres en al die dingen weten. Ja. En ja. Nou, dat is allemaal cool. Ik had zelfs een care package, man. En dan zal ik je op de lijst zetten. Ja. Trouwens. En ik weet niet of je dan een mail krijgt of je komt op de lijst te staan als je wint. Dus dat komt allemaal goed. Als je wint, dan zal ik het wel even Fishinator melden wat er gebeurt. Ja, ik ga er nog even achteraan. Nee, dat is helemaal top. En wat zit er iemand in? Dat er getype jongen ook erin, jongen. In die chat. Iemand zit er heel dat hahaha. Echt? Ja. Maar ik heb trouwens een nieuwe koptelefoon. Ja, wat voor eentje heb je? En ik heb een nieuw beeldscherm. Wat voor eentje heb je? Wat voor headset? Ik heb zo'n Razer Kraken. Maar ik heb ook een nieuw beeldscherm. Ja? Een Samsung 27 inch. En ik kreeg een greenscreen. Die krijg ik vandaag binnen. Dus jij gaat ook met zo'n... zonder zo'n ding... Ja, ik wilde altijd al mijn content optimaliseren. Maar over mijn beeldscherm daarentegen... Hier is mijn oude. We winnen wel! Ah! Is oké, ja? Hier zie je een beetje zo'n deuk erin, omdat ik het op had geslagen. Ja. Oké, ja, ik zie het niet, dus ik ben benieuwd naar de... Als ik je facecam gekregen heb... Hij is echt helemaal kapot, dat je Ik heb een P11 nu, hè, Turtle Beach. En ik heb zo'n headsetje ook van Activision nog gekregen, zo'n... Ja, dat is wel vet, inderdaad. Dat is ook wel heel erg nice, ja toch? Oké, dus, resume. Zaterdag in de Uithof. Uithof, toch? De Uithof heet het, hè? Linkjes van over waar de Uithof is. Dat... Oh, maar we zijn beneden. Okay, goed voor je kinderfeest. Oké. Aanstaande zaterdag van 10:30 tot 5:00 kan je daar ontmoeten. Onder andere dus Timo en Ronald. Nog een paar van HGP, ik weet en niet nog een paar van HGP. Fishy, Kingy
En Kevin van Cave Games, ja, inderdaad. Ook van DDG natuurlijk. Een GameStad, dat is van Marnix. Ja, Marnix. Dylan Pace. Ja. De Mattie van Doe My Game. Oké, ja. En Pranksters, dat zijn die prankers. Oké. En verder, ik ben nog steeds achter wat kijken welke YouTubers allemaal. Waarschijnlijk ook Arjan.org. Ik heb hem gevraagd. Oh, die kan echt... Hoe vet zou dat zijn als hij met zijn kinderen gaat? Ja, dat lijkt me supergezellig, toch? Ja. Ja, toch? Hij kan wel goed vertellen, trouwens. Arjan. Ja, hij is echt zo'n... Hij is echt zo'n typische oude man. Ja, inderdaad, dat klopt. Inderdaad. dus, jongens, heb je er zin in? Doe deze dingen en morgen op Twitter, s'avonds, na een uur of 7, maak het even bekend. Yes. En laat ook dus even je Twitter even in de beschrijving. Ja, kijk, als je het niks vindt, misschien vind je Broertje het leuk, die bijvoorbeeld het gameportaal kijkt. Zo, want wij zijn wel ik ga eerlijk zijn, wij zijn natuurlijk wel wat een beetje van een jongere kijkersbase. Nou, valt mee toch? Ja, het wordt ouder, maar het is niet zoals de King en Fishinator van... 20 plus. Het is gewoon een beetje... Nou, ik heb ook jongere kijkers, hoor. Ja, maar sommigen zijn bij ons ook heel jong. Ja, ja. Maar ik denk dat Fishinate en Paul opent met hun wijde armen, jullie. En grote knuffel, denk ik. Maar ja, het gaat gewoon gezellig worden. Inderdaad. Ik heb er in ieder geval zin in. Gaat leuk worden. Wordt voor ons een hele lange dag. Ik moet om 7 uur weer weg. Maakt me niet uit. En ik zie jullie misschien zaterdag dan. En natuurlijk tot de volgende video. Vergeet niet te liken en even te kijken natuurlijk bij Ronald op zijn kanaal. Yes. Bye bye. Bye bye.